Hallo en welkom bij weer een nieuwe commentaar van Nico. Als je het wel Mr. Fantastic. Ik ben net teruggekomen van Wintersport en ik gelijk even een mooie commentaar voor jullie maken. We spelen op Fog, een van de nieuwe maps met nieuwe wapen. Het is al een tijdje geleden dat ik Call of Duty heb gespeeld, dus ook een oudere gameplay nog. Van toen ik nog Prestige 3 was. Ja. Er gaat straks een livestream aankomen van Civilization Revolution, een nieuwe game, een gratis game om te spelen. Daar ga ik zo mee verder, maar ik wil eerst even over mijn skivakantie hebben. Ik ben op skivakantie geweest en ben in Winterberg geweest. We hadden eerst verwacht dat we niet konden skiën omdat de weersomstandigheden nogal slecht waren. Het weer was mooi, we gewoon lekker zon en zo, maar ja, het mindere was dat er daardoor eigenlijk geen sneeuw was. En dat was toch eigenlijk best wel jammer. Ze hebben zo goed mogelijk proberen de pistes goed te houden en nou, petje af voor hoe het is gebeurd. We hebben lekker kunnen skiën. We waren om gewoon om 9:15 waren we aanwezig. De piste ging om 9 uur open. En ja, we gingen gewoon lekker skiën. En in het begin van de dag was het gewoon ja, goed. Is goed te doen allemaal. En naarmate de middag vorderde werd het iedere keer slechter. Dus we stopten ook gewoon om 1 uur of 2. Ging daarna weer lekker naar ons huisje. En s'avonds nog even zwemmen. En nou, hartstikke leuk. Dus ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. En ja, ik ben nu weer helemaal terug. Dus ik ga ook weer verder met de gameplays en de series die ik reeds ben begonnen. Zoals Borderlands. De livestreams, de Games with Gold games, want die ga ik sowieso doordoen. Ik weet niet tot wanneer de Games with Gold loopt. Dat je die gratis Xbox games krijgt, maar ik ga sowieso meer uploaden. Er is wat inside information gekomen over de Xbox One. Bol.com had hem eerst voor 1 april erop gezet, de Xbox One. Maar ik heb het vandaag nog even bekeken en hij staat op 31-12-2014. Dat is dus 31 december 2014. Ik zat eraan naar te kijken en ik dacht, what the fuck, dat duurt nog zo verschrikkelijk lang. Er komen zo weinig games uit voor de Xbox 360. Dus ja, ik dacht, what the fuck, wat wordt dit joh. Ik was er niet blij mee. Ik dacht echt, een beetje raar allemaal, een beetje jammer. Maar goed, we moeten er maar een beetje aan wennen dat de Xbox uitgesteld wordt en uitgesteld wordt en uitgesteld wordt. Hopelijk komt die ooit nog. Hier trouwens de Michael Myers. Een 7 kills voor de Field Order. Nou, gaan we proberen. Dit is al 1. 2. En we gaan door. Maar die is dus alweer uitgesteld, zoals ik al zei. En ja, het is afwachten wanneer die wel uitkomt in Nederland. Want ik wil gewoon die Xbox One hebben. Dat is gewoon vet. Ik zit op een 15 killstreak. Oh, dat was Thijs. Die ik probeerde te knijven. Huppakee, nog één gekilled. Gaat lekker warm met die Michael Myers. Het is echt overpowered ding als je hem hebt. Ja, je hebt hem niet vaak. Dat is wel een nadeel. Ja, we zijn al best ver in de game. We hebben bijna gewonnen. Nog 3 kills maken met dit wapen. En ik ben eigenlijk nog niet eens gehit met de Michael Myers. Oké, kill erbij. En we rennen gewoon weer lekker verder. En nog een kill erbij. Hij zag me niet eens zitten. 1 kill en ik heb weer zo'n care package. Dus die moet ik nu wel halen. Ja, oké, weer een care package. Ja, was ik bijna dood. Rennen. Hup, we hebben krijgen. Ik zit op 20 killstreak. Gaat echt nice hoor. Huppakee, nog een keer. En ik zit een beetje stuk. 23 om 1 sta ik. Echt ziek lekker gewoon. Nou, rennen. Oké, daar staat er een. Die moet ik nog kunnen pakken. Huppakee, daar is er een. Let's go. Oh, een beetje een throwing knife. Ai, ik ben dood. 25 om 2 sta ik. Echt lekker hoor. Jammer genoeg word ik hier gelijk gespankild. Dat is echt nadeel op deze map. Dat is echt heel slecht. Maar wat heb ik uit mijn care package en kan ik die nog pakken? Die zit hier vlak dichtbij, tussen de guard talk. Ik kan hem nog pakken denk ik.
58 tags gepakt in totaal. Kaart ook nog niet ingeroepen, dus ik moet even rondkijken. Ik zag wel iemand lopen daarboven, dus misschien even zie voor. Niks. Let's go. Oké. Oké, nog één confirm en dat was het, mensen. Dit was de commentary voor vandaag. Bedankt voor het kijken. 25 om 3. Ik ben weer terug, dus verwacht weer meer commentaries, gameplays, livestreams en al dat soort shit. Ik ben gewoon terug. Bedankt voor het kijken, mensen, en tot later.